kan hier gewoon picknickend midden op de baan. Het is niet dat ze gaan springen op jou. It's hot in the desert. Hot in the desert today. Today. Hey, hoi. Wat is dat hier? Doe maar je ogen dicht. Ogen dicht. We zijn uitgecheckt in ons hotel in Laughlin en we gaan nu eerst ontbijtbuffet in Edgewater. We hebben dat opgezocht op internet, er zijn hier een paar dat je kan buffet nemen. Het is altijd leuker dat je een beetje kan kiezen. We komen uit ons hotel en het is al 38 graden en het is nog maar 8 uur 's morgens. Het ontbijt is wel aan de armtierige kant. Maar goed, het is beter of niks. Maar het is niet zoals de ontbijt dat we al gehad hebben. Kijk, dat zijn de koeken dat we kunnen hebben. Wacht hé. Dus dat waren de koeken. Woehoe. Het zijn meer kiki's dan koeken. Mama heeft wel genoeg aan het fruit. Maar de ananas. Kleine ananassen. En kleine stukjes. Kleine stukjes. Fruit. Kijk. Dus, en de glazen, het is allemaal wel een klein beetje verouderd en ook de mensen die opdienen, ja, ze brachten de melk voor Arco. Arco had een glaasje melk en de helft was al op haar plateau uitgegoten. Dus, de ananas is niet vers. Maar goed, het was ook maar, dat moeten we er natuurlijk wel goed bij zeggen, $8, $9. $9 per persoon. Dus na een weekje on the road en in de passagiersstoel te zitten, begon mama op haar zenuwen te werken en wilde ze zelf even rijden. We moeten ons goed vasthouden. Mama is een goede chauffeur. Mama is een heel goede chauffeur. Dus het is natuurlijk altijd leuk als ik hier zelf kan rijden of dat je hier altijd moet zitten. En dan voor volgende week is dan de beurt aan Norvie. Hey! Identiek zo. Hey? En dan de laatste dag Xante. Ja? Hij ook hier heen? Dan doe ik Arco wil ook hier. Arco wil ook hier heen. In de woestijn als we niemand tegenkomen. Zo verlaten is de baan naar Joshua Tree. Dus ik heb hier gewoon tijd. We rijden wel weer terug een stukje op de Route 66. We zien hier de letters staan op de grond. Er komt niemand af. Het is wel broeiend heet. Dus ik kan hier gewoon picknicken midden op de baan. En we zijn juli. Dus wat moet dat zijn als het dan een rustige periode is om te komen? zijn aangekomen eindelijk in Joshua Tree. Het was wel een eindje rijden, 2,5 uur. En het was echt wel in the middle of nowhere, dus we hadden niks te zien. We hebben de voorbije week op de weg hele mooie landschappen gezien. Maar nu was het echt gewoon dor, woestijn. Op zich ook wel een keer leuk, dat je zegt van in de verste verte zie je niks. Maar natuurlijk na een uurtje heb je het wel gehad. We zijn blij dat we aangekomen zijn. We gaan eerst het visitorcenter binnen en dan een wandeling of twee. Het zijn allemaal kleine wandelingen, want het is warm. Het is hier wel iets minder warm, vind ik, dan in Laughlin. Maar we gaan eerst even kijken wat ze hier te zeggen hebben in het visitorcenter. Daar zijn we nu. Oké. Ja. En we gaan helemaal die weg volgen, zo, naar beneden. En hier gaan we wandeling doen. En dan gaan we zo terug naar daar. Zo, terug weg. En dan helemaal... Gaan we rijden? Deze namiddag gewoon helemaal... Los Angeles. Naar Los Angeles. Het is een heel klein visitorcenter. En het is wel duidelijk dat Joshua Tree een van toch weinig bezochte natuurparken is. Misschien omdat het echt zo afgelegen is. Het ligt, als je de normale route doet, voor de meeste mensen niet op de baan. Maar wij moesten toch van Laughlin naar LA. En komen we dat ongeveer wel tegen. You held me down but I let go. Couldn't stop the rain. And every day I felt the same. Beyond the horizon, away sunny days. I'm thinking about you, I'm thinking about you. I can't wait for California. I've been waiting for you. Wanna know now. California, I've been waiting for you. California. We zijn aangekomen op onze eerste wandeling, de Chulo Cactus Wandeling Trail. En er zijn hier heel veel bijen, maar de ranger vertaalde juist dat gisteren hebben ze voor de eerste keer regen gehad dit jaar. En toch wel 1 centimeter, dus het is toch wel enorm geregend. En de bijen zijn nu weg. En ik voel beesten op mij. Ze hebben een beetje water gehad, dus nu zijn ze weg. Anders moet je zeer goed oppassen, dus als je bijvoorbeeld water of cola of iets anders in je auto laat staan. Er is hier een meneer geweest die terugkwam van de wandeling en in de auto's waren door de airco, door de ventilatie gekropen, dus de ramen en de deuren waren dicht en de bijen zaten, zijn zetels zag je niet meer, zat vol met bijen. Had ik niet? Ja, dat er jou! Xante is een beetje bang van bijen. Ah, het is mijn papa. En er zijn hier natuurlijk wel... Oh, dat wordt een leuke wandeling. Amai. Het wordt een leuke wandeling, hoor. Maar ik ben niet bang van bijen, hoor. Ik denk, we hebben ons juist ingesmeerd en dat dat geen goed idee was dat ze afkomen op die geur. Ik denk dat het eerder dat is. Wat zit er daar gewoon rustig te eten? Wat is dat? Medkit. Dit is een kistje, eerste hulp. Dus moest er iets gebeuren hier, dat je dan direct al kan jezelf helpen. We zijn echt wel in the middle of nowhere. Oké. staan zeker bordjes dat de cactussen zeer gevaarlijk zijn, dus dat je moet oppassen. Het is niet dat ze gaan springen op jou, maar je weet wat dat cactussen doen. He. Dus, en het zijn heel veel kleine stekkertjes. Dus, al die naaldjes allemaal in jou zit. Maar er is hier natuurlijk wel een medkit. Dus niet van Fortnite medkit, maar een van Joshua Tree. We zijn bij onze volgende wandeling, Skull Rock en Discovery Trail. De Skull Rock hier te zien en de Discovery Trail begint aan de andere kant van de weg. Mama en ik hebben deze rotsen al vorig jaar gezien in Bologne, Bretagne. Bologne en Bretagne hebben we het stadje of het dorpje Ploumanac'h. Zijn ook langs het water zijn allemaal zo'n rotsen te zien. Intussen heb ik mijn hoedje aangedaan, want de zon begint er echt wel door te komen. En doordat ik geen haar heb ik heel snel een zonneslag. Dus ik moet mijn hoofd beschermen. En we gaan naar boven. Jullie zitten hier hoog. Kijk naar dat uitzicht, zeg. Ja, als je naar beneden kan, ben je niet aan dood, maar kan je wel. Daartussen gaan we wandelen. Een probleempje. De Discovery Trail is echt iets dat je zeker moet doen. Je wandelt tussen al die grote mega rotsen en er is hier gewoon niemand. Niet vergeten, we zijn juli. Juli, het is vakantie, het is heel druk. Alle andere parken waren gewoon mega druk. En hier is er gewoon niemand. Wat je wel hebt, is waar er een parking is, voor Skull Rock bijvoorbeeld. Daar stopt iedereen, daar gaat iedereen foto's trekken bij Skull Rock. En dan stappen ze in de auto en zijn ze weer weg. Maar vanaf dat je een wandeling moet doen, dan zie je niemand meer. Dus ze zijn of bang van het wandelen. Natuurlijk, ja, de zon zit uit, maar er zijn nu ook wel een paar wolken. Dus op zich geen probleem. Ik zou zeggen, zeker doen, de Discovery Trail. Het is niet ver, het is echt niet ver, een klein half uur wandelen en je hebt echt je bent precies op een andere planeet. Wat we gezien hebben op Ploumanac'h was ook al mooi, maar dat is dan een klein stukje. He, dat is langs de kust, zo allemaal rotsen en dat is al magisch. Maar als je dit ziet, overal waar je kijkt zijn gewoon van die grote mega ronde rotsen. En dat is wel leuk. Alleen in Ploumanac'h zijn ze meer rood-oranje. Hier zijn ze meer grijs. Er zit wel een klein rood schijntje in, maar de meeste zijn grijs. Even mijn zonnebril afdoen, heb ik gelijk. Ze zijn niet echt rood, hè? Nee. Ze zijn niet echt rood. Maar je hebt er hier wel veel meer. Ik denk dat de lens kapot is. De camera heeft gisteren de grond gekust. Toen Orfee hem aan mij wilde geven, zij dacht dat ik hem vast had en ik dacht dat zij hem nog vast had. En er is al een stuk van de zijkant afgebroken. En we kregen het scherm al niet meer gedraaid om te vloggen. En nu zie ik dat de lens niet meer rechts en links beweegt als stabilisator. Maar ik heb hem nu juist een klein beetje verplaatst. Dus het moet wel weer lukken om stabielere beelden te hebben. Als dat niet zo is, sorry daarvoor. Maar ja, dat gebeurt niet als je het materiaal altijd maar verder gebruikt. Dan gebeurt dat een keer valt. Hé. We hebben al een keer een paar camera's ook kapot gehad in het verleden. Is niet leuk, kost veel geld. Maar wij kunnen niet zonder camera, al 20 jaar niet. Nog voordat we vlogden, deden we van alles met video en foto. Daar zijn we nu heel blij mee. Onze kinderen groeien zo snel op dat je die beelden wilt hebben van vroeger ook, anders je vergeet veel. Wat leuk is om te doen, is als je kijkt naar de rotsformaties, is welke tekeningen dat je er allemaal in ziet. We zien al een olifant, hebben we al gezien. Een oude meneer. Mama heeft een kontje gezien. We hebben al van alles gezien. Dus het is altijd wel leuk om met de kinderen dan figuurtjes te zoeken in de rotsen. Dus die boompjes dat je hier ziet staan, de Joshua Tree, is eigenlijk geen boom. Dat is een familie van de Yucca. Maar de Mormonen, we hebben die hier al gezien, Mormonen. Dat zijn mensen met een ander geloof. De Mormonen zijn hier doorgetrokken en zagen die boompjes. En ze hadden een god of een profeet die Joshua heette. En ze vonden dat die boompjes zijn armen, dat hij zo zijn armen in de lucht stak om te roepen naar God of zoiets. En ze zeiden van, ah, dat is de Joshua Tree. Dus voor een profeet of een god, Joshua. Maar eigenlijk is het geen boom. We zeggen een tree, maar het is geen boom. Het is eigenlijk de yucca-plant. We zijn aangekomen aan onze derde wandeling. Ik moet zeggen dat ik al redelijk zacht gekookt ben. De ene kant zegt van, we doen deze trail nog. De andere kant zegt van, ik heb het gehad. Maar ik weet dat mama het niet zo leuk vinden. Dus doen we deze niet meer doen. Ik heb dat. We hebben Joshua Tree achter ons gelaten. We hebben 3 leuke wandelingen gedaan. En de laatste wandeling had ik al gezegd dat ik dan een beetje te warm had. Maar ik ben heel blij dat we die wandeling nog hebben gedaan. Dus we hebben eruit gereden. We hebben nog moeten tanken, want we hadden nog 20 mijl over. En dat is wel heel nipt. En er zijn hier niet veel tankstations. We zijn nu op weg naar LA. Dus ik denk dat de weg drukker en drukker zal worden. We gaan naar de jungle. De jungle van het verkeer. Het schijnt dat er altijd file is. En Ik zie hier een klein beetje tegenop, want ik denk dat we echt sowieso gaan in de file staan. Ik heb ervoor gekozen om te slapen in Hollywood, omdat we die kant op moeten voor Universal Studios en ook Venice Beach zit aan die kant en dan de Hollywood Boulevard met de sterren op de grond. Dus dat zijn allemaal dingen dat we willen doen. Hollywood, here we come. Mama heeft het stuur overgenomen. Het is de eerste keer deze week dat ik het moeilijk heb. Ik werd heel moe en dan is het zeker niet verstandig om verder te rijden. Dan moet je echt het stuur afgeven. Je mag de veiligheid van de passagiers in de auto niet in gevaar brengen omdat je per se wil rijden. En aan de andere kant van de weg is er file. Ja, maar haha, het zal voor ons ook straks zijn. Oh nee. LA staat altijd dicht en we zijn nog altijd niet in LA. We zitten er nog een uur van. Het is hier altijd file, altijd staat alles dicht. We zijn maar een paar kilometers meer verwijderd van ons appartement en nu begint de file, dus we hebben wel geluk gehad, want aan de andere kant heeft mama gezien dat ze daar constant al een uur overal stil stonden. Papa heeft het niet gezien en je weet wel waarom dat papa het niet heeft gezien. Wow. Mooi, hè? Mooi appartement. Een aparte slaapkamer. En een keuken. En een grote frigo. Supermooi. Supermooi. Super. We hebben ons vlug ingecheckt en we zagen dat de zon onderaan het gaan was. En we wilden toch zeker naar Griffith Park om de zonsondergang hier te zien met de Hollywood sign. Dus ik weet niet of je het goed kan zien. Daar. Overmorgen gaan we dus nog dieper in Griffith Park rijden. Omdat ik een punt gevonden heb dat je dan beter de letters kan zien. Maar de zonsondergang hier op Griffith Observatory is altijd wel heel mooi. En dan, binnen een klein kwartier, zien we dus LA met alle lichtjes. Dus we gaan nog eventjes wachten en dan is het donker en dan zien we LA by night. Je ziet nu natuurlijk niet veel van ons ook, hè. We zitten ook al helemaal in het donker. Oh, woe. We gaan nu nog naar Hollywood Boulevard. Eventjes de sterren gaan bekijken op de grond. We hebben nu nog geen enkele dag gehad dat we zeiden van... het was iets minder. We hebben vandaag al in de woestijn gezeten. En nu zitten we al in LA. Dus het blijft elkaar maar op een groot tempo afstomen op ons. We zijn hier op Hollywood Boulevard. We hebben een heel ander gevoel. Er loopt hier wel raar gespuis rond. Natuurlijk, nu dat we in het centrum zitten van Hollywood Boulevard, zijn er wel meer toeristen. Maar waar we onze auto geparkeerd hadden, was toch eventjes een ander gevoel. Hier zien we de ster van Dean Martin. Dean Martin hier. Dus het is natuurlijk wel leuk om hier te wandelen. En je ruikt veel drugs. Je ziet veel daklozen. Dus het is een ander gevoel of dat je bij de nationale parken hebt. Best. Maar natuurlijk moet je hier wel een keer geweest zijn. En wilden we dat eerst doen. Dus het is natuurlijk wel een leuk gevoel om hier wel eventjes te zijn. We zijn aangekomen in Hard Rock Café Los Angeles, Hollywood. En Hard Rock Café heeft altijd wel iets speciaals. Zeker de merchandising is nu wel heel hot, dus Orfee wil wel een t-shirt van Hard Rock Café, misschien wil ik ook wel eentje. Waar sta jij nu? Hollywood. In Hollywood. Hollywood. Oh, sneeuwwitje. Het is intussen al 11 uur. Ze zitten normaal nooit zo laat in bed. En we gaan nu snel naar het hotel. En we lopen nog altijd op de sterren. Oh, dat bedoel je met sterren? Ja, dat bedoel ik met de sterren. Zie je, dus nog altijd lopen we op Hollywood Boulevard. Oei, wat is dat hier? Oei, 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 oei. Nu gaan we snel door. Kom, allez, doe maar je ogen dicht. Ogen dicht. Ogen dicht. Ogen dicht. Ogen dicht. Meekomen. Meekomen. Dat is niet voor jouw oogjes. Jawel. Nee, 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 nee. Ik heb ze in mijn geheugen. Heb je ze in je geheugen? Oei, 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 oei. Een West-Vlaams zinnetje die heel raar klinkt, zelfs voor ons, is, wat is dat, Xante? Hei-hei. Hei-hei. Ja, dat is van, je hebt geen geheugen, jij. In het West-Vlaams, hei-hei. Dus, we gaan afsluiten. We gaan afsluiten. Ik weet geen betere plek om af te sluiten dan hier op Hollywood Boulevard. Vond je het een leuke vlog, zoals dat wij het weer een hele topdag vonden? Dan geef dan een duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven van onze vakantievlogs en andere challenges en familievlogs? Dan kan je altijd gratis abonneren op ons YouTube kanaal. Vanuit het Hollywood Boulevard zeg ik alleen nog... Da! Da.